Oh, ja. um, voorzitter. Dan naar mijn tweede onderwerp en um, dat is toch onze teleurstelling over het ontbreken van uh, concreet perspectief voor de landbouw. Um, want we zien dat het nog steeds uh, het kabinet echt met weinig uh, komt om concrete mogelijkheden te bieden voor boeren om om te schakelen op een duurzame uh, manier van landbouw. En, we hebben natuurlijk heel veel gehoord, hè? wacht u maar af tot 25 november. Ik denk dat iedereen hier uh, in spanning uh, zat te wachten, tenzij ze de brief al eerder krijgen, maar dat weten we natuurlijk niet. Um, maar we zaten allemaal in spanning te wachten, uh, omdat we echt hadden gehoopt dat het dan heel concreet zou worden, voorzitter. Maar niets is toch echt minder waar. Er is nu aan de ene kant meer duidelijkheid voor mensen die willen stoppen, of dat zouden willen overwegen. Maar eigenlijk nog nauwelijks voor wie wil starten of wie door wil voorzitter. En terwijl dat natuurlijk zo cruciaal is. En voorzitter, ja, we hadden eerst een brief, een perspectiefbrief zonder perspectief en nu vooral ook een heel onleesbare brief. Is dat nou tactiek, uh, onkunde? Het landbouwakkoord mag, wat ons betreft, geen excuus worden om achter te verschuilen en weer maanden te wachten. Voorzitter, wat we echt goed vonden. Um, was dat het kabinet nu wel echt zei, en daar hebben wij natuurlijk in verschillende debatten op gehamerd, dat de banken met de Rabobank uh, voorop mee moeten betalen, maar ook dat de keten, Mee moet betalen. Ja, zij hebben jarenlang actief die schaalvergroting gestimuleerd. En we zien gewoon dat heel veel boeren daardoor klem zitten. Ze hebben leningen uitstaan, kunnen niet omschakelen. Het is echt goed dat het kabinet dat nu zegt, dat het geen vrijblijvende bijdrage moet zijn. Maar het is nog te weinig concreet. En nu al liggen Rabobank en de supermarkten dwars, zo blijkt uit NRC vandaag. Een citaat van de Rabobank: Het kwijtschelden van leningen van boeren die willen stoppen of verduurzamen, is volgens de bank niet aan de orde. Ja, voorzitter, uh, maar dan wil ik het kabinet vragen, vinden deze ministers het wenselijk dat een boer royaal wordt uitgekocht met veel belastinggeld, maar dat dit geld dan vervolgens direct verdwijnt in de diepe zakken van het bankwezen? Zij hebben toch ook willens en wetens deze risicovolle leningen uitgegeven. Welk wettelijk instrumentarium kan en wil de minister hiervoor inzetten? Perspectief komt er echt alleen als de boer niet vastzit tussen Wereldmarktbank en keten. En herstel van vertrouwen komt er ook echt alleen als iedereen bijdraagt. Voorzitter, uh, en hier in de Kamer zijn echt al heel veel voorstellen gedaan die heel concreet zijn um, voor boeren om om te schakelen. Um, maar uh, die zijn nog niet zo ver uitgewerkt uh, dat dat ook echt kan. En een voorbeeld daarvan is de voedselbossen. Het helpt om stikstof te binden, het is goed voor de biodiversiteit, kan een goed verdienmodel zijn voor boeren, mits ze geholpen worden om over te stappen. En daar schort het. Uh, want tijdens de begroting van vorig jaar is er een motie van ons aangenomen. Uh, waarin is verzocht om meer financiële middelen en daar is eigenlijk geen vooruitgang in geboekt. En waarom gaat dit zo traag? Iedereen wil het. Het kan een aanvulling zijn op het inkomen van agrariërs. Het zorgt voor meer natuur, biodiversiteit, beter klimaat, betere bodem, betere lucht. Waarom schort het? Um, want dit is nou juist een van die hele concrete voorstellen. Nou, voorzitter. Um, kunnen we gewoon snel zorgen uh, dat hierin wordt geïnvesteerd, maar ook dat het als eco-activiteit wordt erkend? En we halen deze eruit, maar er zijn natuurlijk uh, talloze hier gedaan, zoals ook bijvoorbeeld het verbouwen van uh, die um, um, bouwmaterialen.